Jongeren gaan toch ook best wel veel stemmen? Nee, jongeren zijn waardeloze kiezers. Echt waardeloos. Ze willen wel. Ja, als je ze vraagt, ga je stemmen? Ja, ze gaan stemmen. Maar ja, ze hebben zich verslapen. Ze waren niet zo lekker. Hun vriendin is blijven logeren. Ze kunnen een stembiljetje niet meer vinden. Nou ja, gaan ze maar door. Van jongeren moet je het niet hebben bij verkiezingen. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja. Laten we ons er voorlopig geen zorgen over maken. Nou, veel te bespreken in deze aflevering. We gaan het hebben over het merk Marcel van Roosmalen. Moeten we even kijken of we daaraan toekomen. De verkiezingen, daar wilde jij nog wat over zeggen. Ja, maar... En we hebben natuurlijk protesten op de Russische staatstelevisie gezien gisteren. Dus daar moeten we het ook over hebben. Maar nu nog even in algemene zin over die gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Eigenlijk over al die verkiezingen die we hebben buiten onze normale parlementaire verkiezingen. Die laatste namelijk, daar is de opkomst relatief hoog. Zeker in vergelijking ook met andere landen is onze opkomst hoog. Die ligt eigenlijk altijd tussen de 75 en de 80% van de kiezers. Dat betekent toch nog dat 20% niet komt, maar goed, dat is zo. Maar het opmerkelijk natuurlijk van al die andere verkiezingen, namelijk gemeenteraad, provinciale staten en de Europa-verkiezingen, Europese verkiezingen, is dat de opkomst daar waar het beduidend minder is. Dus voor gemeenteraden, dat ligt zo iets boven de 50%. Provinciale staten, dat is ook, dacht ik, ongeveer hetzelfde. En de Europese verkiezingen, hoewel die wel de laatste keer redelijk gingen, de allerdiepste putten zijn daar ondertussen gepasseerd. Maar zit onder de 50% in feite. Wat heel betreurenswaardig is. Want als je daar nu even over nadenkt, dan zul je natuurlijk zien dat provinciale statenverkiezingen doorwerken in de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar als natuurlijk de opkomst heel anders is bij die andere verkiezingen, betekent dat ook dat ook de samenstelling en de partijen die wel of geen succes hebben, dat is ook heel anders dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Vandaar dat tegenwoordig met enige regelmaat natuurlijk de Eerste Kamer heel anders denkt over politieke vraagstukken dan de Tweede Kamer. Wat natuurlijk in principe geweldig lastig is. Want dat betekent eigenlijk dat die twee kamers, dat die politiek gesproken tegen elkaar indraaien. Dat is een probleem wat ook in Amerika dramatisch is. Want wie komen er stemmen bij algemene verkiezingen? Nou, dat is een redelijke doorsnee van de bevolking. Meestal de armste mensen in de lulligste buurten stemmen meestal niet. Dat is een bekend gegeven. Maar bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen of bij provinciale statenverkiezingen, laat staan Europese verkiezingen, stemmen heel andere mensen dan voor die Tweede Kamer. Namelijk, of althans in grotere getalen. Namelijk, wie zijn de betrouwbaarste kiezers? 65-plussers. Hè? Dat ben jij. Ja, precies. Ik zie ook jouw bewonderende lach breekt door. Hij gaat altijd stemmen. Ja, verdomd, ik ga altijd stemmen. Ik geloof niet dat ik er ooit één heb overgeslagen sinds ik mag stemmen. Ik wijs er wel op dat ik niet op mijn 18e mocht stemmen, maar pas op mijn 23e. Want dat is pas in de jaren 60 is dat pas veranderd. Maar het probleem voor het landsbestuur is in feite dat die verschillende gekozen volksvertegenwoordigingen, dat die heel anders in elkaar kunnen zitten. Hè? Denk aan provinciale staten waarbij Forum voor Democratie een soort van mega-overwinning behaalde. Hè? Ja, dat. Of denk aan het succes van de Partij van de Arbeid met Timmermans bij de vorige Europese verkiezingen. Dat is heel verwarrend natuurlijk. Hè? Maar wat doe je eraan? Want hoe krijg je die mensen, die kennelijk toch vrij goed aanvoelen dat provinciale statenverkiezingen toch weer minder belangrijk zijn dan Tweede Kamerverkiezingen, hoe krijg je die naar de stembus? Wat ik al zei, in Amerika is dit probleem nog veel en veel groter, waar je vaak ziet dat Obama een prachtige overwinning in de popular vote en bij de algemene verkiezingen voor het presidentschap, en vervolgens twee jaar later niet waar worden de democraten ongenadig afgedroogd bij de zogenaamde midterms. Waarbij vaak het electoraat 30% minder is dan bij de presidentsverkiezing. Bij ons is toch het electoraat dus nu bij... Ik zit even naar het witte Audi'tje te kijken wat voor ons staat. Ik vind nog steeds witte auto's vind ik echt iets verschrikkelijks.
Hoe komt dat? Ik associeer het altijd met bruidsfeestjes. Vroeger had je alleen bruidsauto's waren wit. Ja. En het was zelfs zo dat tweedehands witte auto's, die brachten minder op dan auto's van alle andere kleuren. Maar tegenwoordig schijnt dat helemaal voorbij te zijn. Net zo goed als je tegenwoordig een auto waarin gerookt is, die brengt ook veel minder op dan een auto waarin niet gerookt is. En als je er eenmaal in gerookt hebt, flink, dat is er niet meer uit te krijgen. Ook niet door zo'n professionele club? Ze schijnen wel spuitbusjes te hebben, maar dan moet je auto toch in redelijke conditie zijn die een soort nieuwe autolucht verspreiden. Hoe dat zit, ik weet het niet. Je zou misschien voor je eigen lol af en toe je auto van binnen moeten bespuiten met nieuwe autolucht. Dat zou wel een leuk idee zijn. Maar feit is wel, natuurlijk als je ooit een tweedehands auto hebt gekocht, en ik heb voornamelijk tweedehands auto's gekocht, dat je vaak denkt, hoe krijgen ze zo'n kring zo schoon? Dat is, want ook als je de motorkap optilt, dan denk je nou, ja, daar zijn die Japanners, hebben gisteren de laatste hand eraan gelegd, bij wijze van spreken. Het is ongelooflijk. En dan ga je erin zitten en dan ruikt het een nieuwe auto. Dat is fijn, toch? Ja, hartstikke fijn. Heel fijn gevoel natuurlijk. Vooral omdat je bij jezelf denkt, feitelijk is dat ding nieuw. En ondertussen is die dus 3 jaar oud. Ja. Dat is een hele fijne gedachte. Sowieso ben je stapelkrankzinnig als je in Nederland privé een nieuwe auto koopt. Dan ben je echt, dan moet je na laten kijken. Je kunt voor de meeste, meestal is de helft van de prijs eraf na 3 jaar, laat staan 4 jaar. Dat is toch wel fijn om. Auto's zijn tegenwoordig kwalitatief in het algemeen van een veel hoger niveau dan vroeger. Ja, als je vroeger een beetje doorjaste met je eend, dan was het bij de 75.000 kilometer gebeurd, althans in mijn geval natuurlijk. En dat is veel minder geworden. Ja. Denk aan het inrijden. Dat is ook, vroeger moest je inrijden in een auto als je een nieuwe auto had gekocht. 1000 kilometer en dan ging er een speciale olie in. En dat waste dan al die metaaldeeltjes die er nog in zaten eruit. En dan kon je pas voluit gaan rijden. Belachelijk idee. Ze zijn allemaal verdwenen. Heel merkwaardig. Ja, er zijn sowieso, dacht ik laatst, we hadden het toch over verdwenen zaken. Hebben wij die verkiezingen afgemaakt of niet? Nee, daar was je nog iets over aan het zeggen, maar toen kwam dat witte Audietje. Ja, ik dacht ineens een wit Audietje. Zou je niet moeten doen. Nee. Er zijn auto's die zijn van zichzelf al bijzonder lelijk en lomp. En als ze dan ook nog wit zijn, dat is echt helemaal de BMW X8 in het wit. Ik weet niet welke luisteraar zo'n ding heeft, maar doe mij een genoegen, verkoop hem en zorg ervoor dat hij geëxporteerd wordt naar een ver van ons gelegen land. Misschien willen ze hem in Rusland willen ze hem hebben, alleen hebben ze geen, vast, ze hebben geen geld, wel, denk ik. Het is wel een auto voor rijke Russen, ja. Of een afschuwelijk ding, werkelijk. Ja, dus dat probleem met die verschillende verkiezingen. En je ziet ook wel dat mensen, als er praktisch elk jaar verkiezingen zijn, dat mensen er genoeg van krijgen. Ja, ik ben, ja, blij, ik wil aan de gang blijven met die verdomde verkiezingen. Moet ik weer gaan kiezen. Hebben ze ook nog die waterschappen, die hebben ze er ook nog bij opgestapeld. Dus. Maar ik weet daar ook geen oplossing voor. Maar in alle landen is het zo dat de cycli van de verschillende verkiezingen vaak tegen elkaar indraaien. Zodat je begrijpt dat het daardoor heel moeilijk is om coherent en consistent beleid te voeren. Dat is een hele lastige zaak. Dus ja, moet je daar iets aan doen, maar dan is de onmiddellijke vraag, wat zou je daar aan moeten doen? Moet je ze allemaal combineren? Dat is waarschijnlijk ook niet verstandig, maar een probleem is het wel. Maar je zou kunnen zeggen, de Eerste en Tweede Kamer zijn verdeeld, dus zoveel mogelijk kiezers zijn ook vertegenwoordigd in één van beide kamers. Nou, de werkelijkheid is natuurlijk dat degenen die het meest consistent gaan kiezen, namelijk ouderen, dat die in feite het best vertegenwoordigd zijn. Want die zijn in beide kamers redelijk goed vertegenwoordigd. En niet alleen zijn het ouderen, maar hoe hoger opgeleid, hoe ouder, hoe hoger het inkomen, hoe groter de kans dat de betrokkenen gaat kiezen. Jongeren gaan toch ook best wel veel stemmen? Nee, jongeren zijn waardeloze kiezers. Echt waardeloos. Ze willen wel. Als je vraagt, ga je stemmen? Ja, ze gaan stemmen. Maar ja, ze hebben zich verslapen. Ze waren niet zo lekker. Hun vriendin is blijven logeren. Ze kunnen een stembiljetje niet meer vinden. Nou ja, ga zo maar door. Dat, dat, dat,
Even jongeren moet je het niet hebben bij verkiezingen. Nou, dit is toch niet voor iedere jongere. We zitten hier weer naast dat studentenhuis. Ik denk best dat die mensen hier allemaal wat van de politiek vinden en ook die stem laten horen. Ik zweer je dat nog niet de helft van die meisjes gaan stemmen. Kunnen straks gaan bellen om het eens op te zoeken. Als ik toch altijd zo omheen, allemaal jongeren die zeggen, ja, belangrijk en moeten stemmen. Dan ken jij volgens mij hele, hele aparte jongeren, ken je. Ja? Ja. Wat voor jongeren zijn dat? Ik trad op in een zaal. Waar was het? In Winschoten, dus het was een heel eind rijden. En daar kreeg ik het ook over deze verkiezingen. Is dat de Bible Belt? Nee joh, Winschoten ligt helemaal in het oosten van Groningen. Okay. Vlak tegen de Duitse grens aan, 15 kilometer. Daar heb je geen Bible Belt, nee, dat klopt. Nee, dat is voormalig rood gebied. En tegenwoordig is, als je even kijkt naar, want er zijn hele leuke kaartjes van, welke partij in welk kiesdistrict de grootste is. En dan zul je zien dat aan de periferie van ons vaderland, Zeeuws-Vlaanderen, hele grote stukken van Limburg, oostelijk Drenthe, oostelijk Groningen, daar scoort de PVV meestal de meeste stemmen. En de SP af en toe ook? Nou, de SP is natuurlijk ook het is zo klein geworden, het vrij niet dat de PVV natuurlijk of de nummer 2 partij is of de nummer 3 partij is, maar dat geldt voor de SP. Totaal niet. Nou, misschien dat ze het kiesdistrict Os nog lekker scoren, dat zou ik niet willen uitsluiten. Maar voor de rest niet zo. Dus je ziet dat de periferie van het vaderland eigenlijk het meest ontevreden is over het vaderland. Hoe komt dat? Je weet dat periferie altijd een probleem is, omdat grote investeringen in de periferie zijn onwaarschijnlijk. Al was het maar omdat het land waar je tegenaan hangt, altijd windmolens, kerncentrales, vuilnisopslag, altijd zoveel mogelijk bij de grens bouwt. Dus bij jou in de periferie? Ja, daar heb jij dan de last van. Daar dus komt jij woont dan naast de vuilnisbelt? Ja, denk aan die lui in Zeeuws-Vlaanderen. Die krijgen steeds zo'n briefje van die Belgische kernreactoren. Wat er al niet meer mis is geweest in de loop der jaren. Dat is werkelijk ongelooflijk. Die staan relatief dicht bij Nederland. Ja. Ja, maar je was aan het vertellen over Winschoten en de jongeren daar. Ja, nee, niet over de jongeren, over het theaterpubliek. Oh. Dus ik had het over de komende verkiezingen en ik zei, wie van u gaat zeker niet stemmen? 3 vingers. Zaten denk ik pak een beetje 300 mensen of zo. Dus 1% ging niet stemmen. Dus de anderen wel. Dat wil zeggen dat 99% van de aanwezigen wel zou gaan stemmen. Nou is natuurlijk de mensen die naar mij een avond komen luisteren, die zijn waarschijnlijk relatief hooggeschoold. Wit? Wit, ja. Ik doe ook altijd onderzoek naar wie er een laten we zeggen, migratieachtergrond heeft. Nou, dat was niet vele Winschoten. En wat hadden we nog meer? En oud. Nou, oud, dat viel mee, maar kortom. En man, vaak? Dat was heel gemengd. Dat was gemengd. En ja, dan moet je toch constateren, ja, u zegt wel dat u gaat stemmen. U suggereert wel dat u dat gaat doen. Maar het wilde bij mij niet in dat u zo'n ongelooflijk selecte steekproef bent, dat u voor 99% gaat stemmen. Nee, je kunt nu 3 dagen stemmen, dus je hebt meer kans. Nou, misschien is dat goed voor de opkomst. Ja, dat zou best kunnen. Al denk ik toch dat de opkomst lager zal zijn dan de laatste keer. Dat komt, je mag nu 3 keer vanwege corona, is dat volgens mij, hè? Ja, wat de reden ook is. Ik vind het allemaal lang best. Ik ga sowieso stemmen. Het is 30 meter lopen. Ja. Dus Nou, we gaan het zien. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken door Oekraïne. Sowieso fijn dat zou kunnen ik iedereen op willen roepen. Ga stemmen. Als u de kans heeft om te gaan stemmen, moet u ook gaan stemmen. Als u niet gaat, hoe meer mensen niet gaan stemmen, hoe zwakker de democratie gefundeerd is. Het zijn juist landen waar relatief de electorale opkomst heel laag is, waar ook vaak de democratie maar heel losjes geworteld is. En denk aan landen als Hongarije, veel van die Oost-Europese landen die bij de Europese Unie zijn gekomen, die hebben relatief lage opkomstcijfers. Amerika heeft relatief lage opkomstcijfers. Dus doe dat niet. Ga stemmen. Vergeet niet dat als er niemand komt stemmen, is er maar 1 persoon in Nederland die gaat stemmen. Dat ben ik. Dat zou een zegen voor het vaderland zijn, dat begrijp je ook wel. Maar het zou niet verstandig zijn. Nee.
En bij deze verkiezing heb je er niet veel aan, hè? Want je moet in iedere gemeente moet natuurlijk wel. Er zijn ook gemeentes die door krimp minder zetels hebben, hoorde ik. Ja, zeker. Ja, dat kan. Dat kan zeker, want uiteindelijk wordt dat aangepast. Ja, op zichzelf snij je nu een nieuw, leuk en interessant probleem aan. Er zijn in Nederland nog zo'n. Het zijn ergens tussen de 330 en 350 gemeentes. En er waren natuurlijk in ons, zelfs in mijn herinnering, een stuk of 1000. Dus de overheid heeft een heel strak concentratiebeleid gevoerd. Waar ik een fervent tegenstander van ben. Nou wordt er godbeterend al tientallen jaren geluld over identiteit. En dat je moet wortelen, dat je ergens bij wil horen. Daar allemaal de bekende praatjes. Hè. En wat doen ze? In allerlei gemeentes waar de mensen wel een zekere voelen voor de identiteit van die gemeente. Hè? Omdat ze al 30 jaar tegen hetzelfde stadhuis aankijken, weet ik wat de reden is. Die worden opgedoekt en die worden dan opgenomen in een veel grotere gemeente. Waarmee ze, die niet, dat is een abstractie. Hè? Dus dan heb je, hier heb je in Utrecht de gemeente, de Oostelijke Heuvelrug heet dat geloof ik. De Heuvelrug gemeente, ja. Die wilde nou op een Heuvelrug gemeente, nou. Dat hadden ze niet moeten doen. De idee was natuurlijk dat het allemaal stukken goedkoper en efficiënter zou zijn. Je begrijpt dat dat is vrijwel nooit het geval. Al was het maar omdat de verschillende facties in de nieuwe gemeenteraad zich nog identificeren met die diverse dorpen van de Utrechtse Heuvelrug. En dan nog 30 jaar ruzie met elkaar maken over wie de prioriteit moet hebben. Dus overheid, hou op met dat concentratiebeleid. Flauwekul. Weet je nog dat er een kabinet was, Rutte 2, hè, wat het onzalig idee had om de provincies samen te gaan voeren. Noord-Holland met Utrecht. En de reden daarvoor was dat de Fransen dat ook hadden gedaan. Dat je ook denkt, nou zeg, als je dat verzonnen hebt, dan moet je wel erg creatief zijn. Maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Dat vervolgens moet er namelijk nog 30 jaar gereorganiseerd worden om de zaak een beetje op orde te krijgen. Op zichzelf, als je het zo wil doen, wat is er tegen dat het nu zo is als het is? Ja, maar je kunt ook denken, ja, misschien is dit niet de beste indeling. Nee, ik voel, ja, mensen die in Utrecht zijn, hoe gaan we die provincie noemen? Holland-Utrecht, Holland-Hup, weet ik veel. Nee, waarom laten ze het niet zo? Ook al die plannen die ook geld gevroten hebben over de stadsregio's die we gingen inrichten. Dat hele waanzinnige idee van herinrichting. Er zijn maar een paar dingen die heringericht moeten worden. Maar niet de gemeentes en niet de provincies. Maar vaak als er een nieuwe leider komt, die wil dan ook zijn bij een bedrijf, die wil dan zijn plan doorvoeren. Ja, we gaan het helemaal anders doen. Vooral het woord nieuwe leider, hè. Nieuwe leider, Rutte was dat dan dus. Ja, nou, ik weet niet hoe ze op dat onzalige idee Kaag zijn gekomen. Ook. Kaag heeft ook gezegd, nieuw leiderschap. Ja, ik zie daar niks in, een nieuw leiderschap. Ja. Ik zou zeggen, probeer met het oude leiderschap een aantal hele simpele problemen eindelijk eens op te lossen. Ja, in plaats van eindeloze beloftes te doen en ze niet uit te voeren. Hoe vind je Hoekstra trouwens op buitenlandse zaken? Ja, het probleem van de minister van Buitenlandse Zaken is natuurlijk tegenwoordig dat zodra er iets van belang aan de orde is, dat dan de minister-president gaat. Ja. Je weet, als er een moeilijke vergadering in Brussel is, dan gaat Nieuwopke, dan gaat Rutte. De ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen apart. Die zitten gewoon waarschijnlijk 2 uur te pitten en dan gaan ze weer naar huis. Zoiets zal het wel zijn. Okay. En dat was al een klassiek strijdpunt onder Lubbers. Dat natuurlijk de minister-president de neiging heeft om heel veel zuurstof weg te zuigen voor die ministers die zich met internationale kwesties bezighouden. Ja, maar Hoekstra heeft nu toch met Oekraïne, heeft hij wel een moment, een beetje ongepast, maar hij is wel vaak in beeld. En dat indirect werkt dat toch een beetje ja, mee. Ja, goed, ik zag vooral door Rutte in beeld bij dat paleis in Parijs. In Versailles, ja. Ja. Ja, dat is waar, maar goed, Hoekstra is een beetje typisch dat ze dan in Versailles gaan vergaderen, die Macron dacht van, ik laat een poepje ruiken. Hè. Nou, hij heeft waarschijnlijk gezegd, gaan die Oostenrijkers en Schönbrunn vergaderen. Dat zou ook wat zijn, zeg. Maar Macron had gezegd, of iemand anders had daar gezegd, van hier is ook ooit de vrede getekend na de Eerste Wereldoorlog. Dus dit is een heilige plek. Oh, dat vind ik ook niet verstandig. Dat ze dat zeggen? Ja, bovendien.
als het dan weer misgaat en er wordt weer oorlog gevoerd, dan gaan we daar weer naar Versailles of zo. Ja. Dat is die treinwagon waarin de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog is gesloten. En je weet dat toen de Tweede Wereldoorlog gevoerd was, althans tussen Frankrijk en Duitsland, dat Hitler erop stond dat de wapenstilstand weer in die treinwagon zou worden gesloten. Al is dat dansje wat hij zogenaamd gemaakt zou hebben bij die gelegenheid, dat is fake. Wat was dat voor verhaal? Nou ja, de capitulatie in 1918 in een oude treinwagon heeft plaatsgevonden. Ja, dat heb ik, maar heeft Hitler daar staan dansen toen dat... Ja, daar is een filmpje dat doet daarvan de ronde, maar dat schijnt een montage te zijn. Oké. Okay. Daar moeten mensen ook goed op letten, dat van allerlei filmpjes ook op dat... Niets is zo'n oplichterij als de meeste televisieuitzendingen. Wat vond je trouwens van die oud-bondskanselier die dus nu naar Poetin was gegaan, die Schröder? Ja, ik hoop dat Schröder zijn positie, hij is onderdirecteur van dat bedrijf Gazprom, dat hij die gebruikt om onderhandelingsproces op gang te brengen. Dat is de enige reden die hij kon verzinnen waarom hij er niet uitgestapt is. Het was best omstreden toch, dat hij daar... Zeer omstreden, ja, maar als hij daar invloed kan uitoefenen. Kijk, iedereen die in staat is om Poetin te bellen, die is goud waard. Ja, je vraagt je toch af hoe dat soort gesprekken gaan. Nou, waarschijnlijk vrij zakelijk. Ja, maar ze bellen vaak uren. Dan ben je dan een uren zakelijk aan het praten. Nou, dan moet natuurlijk een hoop vertaald worden, hè. Oh. Moet voor de juiste protocollen en de juiste weergave van het gesprek, moeten twee richtingen op vertaald worden. Hmm. Kijk, en daarom duurt het zo lang. Engels van Biden is waarschijnlijk vrij aardig als hij zich niet verspreekt. Maar het Engels van Poetin is waardeloos, neem ik aan. Tegelijkertijd spreekt Biden weer geen Duits of Russisch. Poetin spreekt vloeiend Duits en vanzelfsprekend ook Russisch. Maar nogmaals, voor de vastlegging denk ik, dat is een dossier waarin dat gedaan moet worden. Merkel sprak wel Russisch, hè, begreep ik. Ja, Merkel die sprak van allerlei talen. Maar ja, Merkel was echt intelligent. Ja. Ja, heb je nog gehoord dat haar portemonnee was gejat? Ja, dat heb ik gelezen. Toen ze in de supermarkt in Berlijn was. Ja. Ja, moet je daarvan zeggen. Heel gewoon mensen. Ja. Je hoort eigenlijk nooit dat bijvoorbeeld Willem-Alexander's portemonnee gerold is. Ja. Ik hoorde trouwens van de week dat de Koolmees genoemd wordt als de nieuwe voorzitter van de SER. Nou, dat vind ik prima. Een goede keus. Ja, hoe heet ze die nu de voorzitter? Nu, die gaat iets anders doen. De inclusiviteitsagenda, ja, gaat zij... Ja, dat zou ik niet voor getekend hebben, ja. Maar goed. Nou, ik kom erop, omdat ik natuurlijk bij Merkel vraag je ook af van... Oké, wat gaat zij nu doen? Maar ze is nu vooral volgens mij gewoon even lekker niks aan het doen. Ja, ik zou zeggen, als je 16 jaar de dominante politieke speler in Europa bent geweest... en bij ontstentenis van de Amerikanen deels in de rest van de wereld... ja, dan wil je wel toch een beetje relaxen. Ja. Nou, je zou je afvragen, als zij er misschien had gezeten nu nog, had zij dan Poetin nog kunnen... Ik ben ervan overtuigd dat een zekere rol heeft gespeeld. Dus dat Poetin gewacht heeft tot ze verdwenen was. Ja? Want? Merkel kon redelijk met hem praten zonder... Hè, wel sancties, maar blijf in gesprek. En dat was nu moeilijk geweest. Nou, dan nog eventjes over de protesten op de Russische televisie. We hadden gisteren Marina Ovsyannikova, die op de Russische staatstelevisie met een groot bord kwam als protest. Maar jij wilde nog iets zeggen over een kritisch geluid eerder, afgelopen weekend. Dat waren die lui in uniform en zo. Ja, precies. En die zeiden dan toch 2 minuten wat kritisch, maar dan kon daarna de andere... Ja, die presentator die begon hysterisch te schreeuwen, zeg. Ik had al de indruk dat hij nogal verrast was over de gang van zaken. Ja, maar het werd wel dus uitgezonden. Het is niet eruit geknipt. Nee, ik weet niet precies hoe dat... Kijk, vaak loopt televisie met opzet ietsje... De uitzending loopt ietsje achter bij de live opname. Of dat in Rusland ook zo is, dat weet ik niet. Ze nemen precies het op en dan wordt het bekeken door het Kremlin en dan wordt het uitgezonden. Nou, vind ik een raar verhaal toch. Ja. Dan hebben ze het goed geanceneerd. Ja, maar ik maakte op mij wel de indruk dat het spontaan was. Vooral dat hysterische gekrijs van die presentator. De gedachte erachter was dat het Kremlin daardoor beter kon uitleggen wat hun standpunt was door even wat kritiek toe te staan. Want de hele uitzending duurde 2 uur en die kritiek was 2 minuten. Ik had dat niet zo aan gedaan. Ah, okay. Het is toch het wakker. Maak slapende honden niet wakker, zou ik zeggen.
En dan moet ik zeggen, dan heeft die presentator het knap gespeeld. Je zult toch maar die presentator zijn die deze lulkoek verkocht heeft. Je zult toch op 30 of 40 jaar later, niet waar, in je luie stoel zitten met gaten op de leuningen. En terugdenken aan een zo gruwelijke rol als kletsmajoer. Ja, als televisie kletsmajoer. Ze zijn eigenlijk wat in Noord-Korea die mevrouw is van het journaal. Dat zijn deze mensen. Nou ja, die mevrouw van het journaal die leest iets voor. Dus die is initiatiefloos. Maar ik haar voorleesstijl wordt door mij zeer bewonderd. Echt. Hoezo? Nou, ik vind dat geweldig. Hoe je dat precies, daar moet er jaren van studie moeten daaraan vooraf gegaan zijn. Ja. Ik ben sowieso, zoals je weet, ben ik ervoor dat als het afloopt met het Noord-Koreaanse regime, ben ik ervoor dat wij die mensen behoorlijk te eten geven en ophouden met die politiestaatrommel daar. En dat je vijanden met machinegeweren luchtdoelgeschut en flarden laat schieten. Dat is gewoon vrij eigenaardig allemaal. Maar dan moeten we dat regime in stand houden om te laten zien hoe het mogelijk is dat een regime wat met de beste bedoelingen begint, namelijk om de arbeiders te beschermen en de democratie te stichten en niet waar, hoe dat ontsporen kan. En ook in zo'n rare dynastieke structuur. Hè, deze jongen, zijn opa is met die business daar begonnen. Ja, het is gewoon maar net een drankwinkel in een dorp, bij wijze van spreken. Ik heb wel eens onderzocht om daar op vakantie te gaan in Noord-Korea. En? Nou ja, dan moet je dus heel voorzichtig zijn, want je moet uitkijken wat je zegt. Ik wou net zeggen, ze hebben toch zo'n jongen die een aanplakbiljet of zo beschadigd had. Die hebben ze feindelijk vermoord, want hij is eruit gekomen, maar toen vrij snel daarna overleden. Ja, je moet heel voorzichtig zijn. Er zijn dus reisbureaus die dat aanbieden. Dan moet je dus eerst naar China, naar een grote stad. En daar moet je dan gaan met een nachttrein. Ga je dan naar Pyongyang, hè? Is dat volgens mij. Mag ik onze luisteraars ook een advies geven? Doe het niet. Ga desnoods naar Luxemburg voor een week, maar doe dit niet. Nou, als je een beetje van avontuur houdt en je wil het zien, het is natuurlijk toch. Ik zou iedereen willen adviseren, ga geen avonturen beleven waar u in een situatie waar u totaal geen kijk op heeft. Waar de autoriteiten totaal onverwacht kunnen reageren. Dat is waar. Dat is ook de reden dat ik het eigenlijk niet heb gedaan. Omdat mensen om je heen zeggen. Dit nee, dat je is niet de reden dat je hier nog zit. Ja, ja, maar er zijn ook mensen die zijn er naartoe gegaan. Die zijn ook heel veilig weer teruggekomen. Ja, die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar nogmaals, de kansen dat het misgaat zijn aanzienlijk. En waarom zou je zo'n risico nemen? Nou ja, ik kan me voorstellen, jij bent dan historisch, maar als mensen bijvoorbeeld, er is zo'n gast die zit aan de universiteit in Den Haag of Leiden, en die is Noord-Korea-studies. En dan ga je daar kijken en dan is het totaal anders dan je dacht. Nee, maar daar steek je toch wat van op als je dat ziet. Democratisch, elke dag heerlijk eten, een zoele wind, weet ik veel. Nee, maar ja, god, ik heb niks met reizen, dus wat dat betreft. Oké. Hey, er zijn nog kaartjes voor de live podcast. 5 april, Tivoli Vredenburg. Check de link in de beschrijving. Dat is televisie kletsmanjoer. Ik zei u al, de Duitsers gingen door met het bombarderen van Engeland. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Omdat de Duitsers eigenlijk nog een vrij omvangrijke vredeseconomie hadden. Dus alle kappers en verkopers in kinderspeelgoedzaken en nou ja, taxichauffeurs, u kunt zich daar van alles bij voorstellen, duivenmelkers. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Al die lui hadden niks meer te doen. Het centrum van Hamburg was verdwenen, dus die konden gebruikt worden. Want het was het centrum wat gebombardeerd was. Niet de periferie met de industriële bedrijven, het centrum.